De commissie die belast is met de bezwaarschriftenprocedure bij het 10e leerjaar gaat binnenkort het commentaar analyseren. Dit bevestigde onderwijsminister Henry Ory eerder deze week. De minister zegt dat de beoordeling volgens hetzelfde concept geschiet als de toets die jarenlang bekend stond in het 6e leerjaar. Beoordeling heeft plaats gehad op een aantal componenten. Het schoolverleden van de student, examenresultaten in 5 vakken, het profiel van de student en dan komt het schooladvies heet dat ding. En die schooladvies komt tot stand van met de schoolleiding, de leerkrachten, de ouders en de student. Wel nu, een paar mensen zijn het oneens met het advies, dat kan. De minister geeft aan dat aan de hand van de ingediende bezwaren gekeken wordt als er aanpassingen moeten komen in de manier waarop de adviezen worden geïmplementeerd via het systeem voor leerjaar 10. Het bezwaar kon getekend worden via de mail en vanuit de school. We verzamelen die dingen en dan gaan we kijken. We zien dat in elk geval ouders en studenten bezorgd zijn. Er bestaat een soort negatief beeld dat als je dus naar beroepsonderwijs gaat bij het dom of je deugd, dat is echt gewoon niet waar. Wie moet hier allemaal onderhouden? Wie moet de liften onderhouden? Het zijn allemaal technische mensen. Suriname heeft meer technische mensen, beroepsgeoriënteerde mensen nodig. En daarom zeggen we moeten beroepsonderwijs een nieuwe waardering geven. Dus die mogelijkheden zijn er. En we gaan dus steeds meer mensen stimuleren om naar algemeen vormen te gaan, maar ook naar beroepsonderwijs. Dat wordt heel belangrijk voor de commentaar. Dus het image speelt ook een rol. En sommige ouders vinden dat hun kinderen liever daar moeten blijven zitten dan naar een beroepsonderwijs. We praten met de mensen. Dat is heel verschillend. Je gaat op verschillende scholen, ook in de districten. Er zijn meer dan 100 bezwaarschriften getekend. Ory is er niet blij om, maar vindt het goed recht van de ouders om commentaar te leveren.